Het vuur van de graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmid, specialisten in kachels en haarden, in hallen en duiven. Ja, teleurstelling. Het was misschien wel de laatste kans om nog voor die play-offs te gaan vandaag. Ik denk dat we de eerste helft niet best waren. Willem II die had wel de controle, de kansen, we creëerden niks. En ik denk dat we de tweede helft wel omgedraaid hebben. Dat we echt een wedstrijd van gemaakt hebben. Heel goed starten, 2 natuurlijk voorkomen en dan eigenlijk twee knullig een beetje een goal weggeven. En aan het einde nog genoeg mogelijkheden creëren, kansen, afkeur, doelpunt. Ik weet niet of die afkeur moest worden, maar volgens mij viel het allemaal wel mee. Ja, en dan sta je met lege handen nu, dus teleurgesteld. Zoals je al zegt, jullie keerden het na de rust helemaal om. Wat was er in de rust allemaal dat het zo die kant op ging? Ja, zeg het maar. Dat is altijd lastig te zeggen. We zeggen wel dat we dingen anders moeten doen, wat hoge druk. Dat is altijd zo moeilijk te zeggen waar het aan ligt. En hij viel in één keer snel, die eerste. Ja, dan weet je dat Willem II ook gaat denken van wat gaat er nou gebeuren. En dan zie je dat bij hun ook een beetje angst in de ploeg sluipt. En daar profiteerden wij van. Alleen jammer genoeg hielden we niet vast. Je hebt eigenlijk niks tactisch omgezet als ik het zo begrijp. Nee, niet echt, nee. En op het laatst, zoals je al zegt, die kansen, wat gebeurde daar allemaal ineens? Het was ineens heel hectisch. Ja, we gaan natuurlijk een beetje opportunistisch spelen, wat lange ballen in die 16 pompen. Siem die aardig wat ballen doorkopte en gevaarlijk werd. En ook bij het doelpunt, en volgens mij Siem kopt hem ook nog op de paal. Ja, hij weet dat hij goed in de lucht is en een paar grote jongens erbij. Ja, daar hadden ze moeilijk mee. En dat gebeurde er, maar helaas viel hij net niet in mandje. Je komt goed terug in de wedstrijd, maar ook je geeft hem ook wel best wel makkelijk weer weg daarna. Ja, dat is wat ik zei inderdaad. Je komt heel goed terug en dan krijg je eigenlijk 2 knullige goals tegen. Veel te makkelijk en dat doet je uiteindelijk de das om. Hoe kijk je daar als verdediger naar die situaties? Ja, daar staan we uiteindelijk de eerste goal in de tweede helft was uit balbezit van onszelf. Dat het eigenlijk een beetje knullig balverlies leidde, waardoor het een beetje open staat. En daar profiteren ze goed van, maken ze goed af. En de tweede goal staat eigenlijk ook weer, die heb ik nog niet teruggezien. Ik moet zeggen, dat is moeilijk terug te halen nog nu, maar... Leek het helemaal op de as helemaal open te liggen, ja, bal naar rechts en... Ja, inderdaad ja, dus dan moet ik nog even terugkijken. Maar het, dat het niet goed stond, dat is duidelijk. Nog 2 dingetjes. De play-offs lijken nu wel erg ver weg te raken. Dat klopt. 3 wedstrijden nog. Heb je er nog wel een beetje vertrouwen in? Ja. Het zijn moeilijke vragen, of aan de andere kant ook heel makkelijk. Maar natuurlijk moet je er vertrouwen in houden. En natuurlijk wordt het vertrouwen minder doordat het heel lastig wordt. Maar wij moeten gewoon alles gaan doen om gewoon... Ja, het is heel simpel, maar je gaat natuurlijk elke wedstrijd weer om te winnen. En we moeten gewoon 3 keer winnen en dan zien we wel waar we staan. En dat is ook het idee van heel de ploeg. En je kunt moeilijk gaan zeggen van we laten het nu lopen, want zo zitten we niet in elkaar. Aan de support heeft het volgens mij niet gelegen als ik het zo hoor. Nee, dat was echt geweldig weer. Ja. Het was mooi ook na de wedstrijd nog, tijdens de wedstrijd. Eigenlijk heel de wedstrijd door en heel het seizoen al lang wat je van ze gewend bent. Dus daar zijn we hartstikke blij mee en dat doet ons heel goed.